Hij heeft haar genomen. Nou ja, het is niet... Jij bent één grote grap. Spel maar door schrikken. Afgesproken. Ze weten allebei wat moet doen. Ja, leuk hè. Top. Mijn moeder zegt mistig. Snap je me niet? Zeg maar. Seks met een ezel. Ik heb ooit in de lockdown heb ik een voorbeeld dildo gekocht met de boys. What up space? Ik ben Matthijs. Ik ben Melle. En samen zijn wij... Gay. Wat? What up space? Ik ben Matthijs. Ik ben Melle. En vandaag zijn we weer bij een nieuwe video op T-Mac. En we gaan vandaag de girls voorlezen. Er is zoveel de vraag voor jullie gekregen of wij opnieuw de confessions en wat is het? De girls gaan voorlezen. Met de wereldberoemde Melle. En de wereldberoemde Matthijs Jeuken. Waar kunnen we Melle van kennen? Ja, van Space. Waar kun je Matthijs van kennen? Van TikTok en Space. Ik wil gewoon alleen Space zeggen dan. Oké, Mel, we gaan voor de eerste keer samen uit de girls voorlezen. Spannend, man. Spannend, zeg. Holy shit. En waarom komt niet een boys trouwens? Waarom is het niet de boys en de girls? Dit is boys geen tijdschrift lezen. Want die kijken alleen maar. Marketing, man. Ik zeg eerlijk, marketing. Ja. Laat ik nu eerst vooropstellen, jongens. Het antwoord van de girls is niet goed. Ons antwoord is correct. Ja? Ik heb laatst voor het eerst met mijn vriendje naar bed geweest. We hebben dat heel even onveilig gedaan, maar hierna wel met condoom. Nu ben ik niet aan de pil, maar hij is er klaargekomen in mij terwijl we het onveilig deden. We hadden seks een dag nadat ik niet meer ongesteld was. De kans op een zwangerschap is dus klein, maar ik ben het hier nog steeds wel bang voor. Wat kan ik het beste doen? Nou ja, het is niet... Jij bent één grote grap. Het is niet heel thuis. Nee, ik begin altijd met een condoom en daarna dan haal ik hem eraf. Dus hou je de helft van de tijd met seks gedaan. Net voordat ik hem kom, wil ik het even lekker om af te halen. Ja, want precies. Die condoom, ja... Maar dan wel veilig seks gehad, maar half het einde. Ja. Nee, wat zou ik doen? Ik zou afwachten toch en kijken of je dan op een gegeven moment een kind krijgt of niet. Ja, ik denk dat het beste is. En niet naar de girls luisteren, luister naar ons. Luister naar ons. Nee, maar... Oprecht, ik zou een test halen, maar volgens mij kan je het pas na een paar tijd kan je pas zien, toch? Of... Wacht, heeft ze nou de pil wel of niet genomen? Hij heeft haar genomen. Toen zat een stopweek. Oh. Het is niet super groot dat je zwanger wordt. 3, 2, 1, dab. No, God, please, no! No! De kans is niet super groot dat je zwanger wordt. Omdat het dus een dag na je ongesteldheid is. En in je ongesteldheid dan recycelt je hele lichaam. Eigenlijk al die stoffen die de pil ervoor zorgen dat je lichaam niet zo lekker werkt bij je hormonen. En gaat het ongesteldheid maakt het weer beter. Daar is ongesteldheid ook zo gaande. Dus de kans is dat je zwanger echt, wordt. Echt lid om ongesteld zijn ook. Het komt goed. Je bent niet zwanger. Volgende. Als je twijfelt, kan je altijd een zwangerschapstest doen. En dan kan je zien of je een kind krijgt of niet. Dit is het praatboekje, dus als jij een boekje hebt, dan mag je praten, oké? Okay? Dankjewel. Peter! What the fuck doe jij? What the fuck doe jij? Oké, let niet op hem, we gaan door. Speel maar door schrikken. Hoi, Melle en Matthijs. Als ik een jongen wil pijpen en hij komt klaar in mijn mond, moet ik het dan doorslukken of wat moet ik met het sperma doen? Ja, ik weet niet. Ja, ik denk dat je niet. Dat het niet heel standaard is dat jij het doorslikt of zo. Je mag praten, je kan heel goed praten. Ja, nou ja, ik vind persoonlijk wel. Het hoeft niet, natuurlijk. Ik denk wel dat heel veel jongens dat ook heel. Wel lekker. Nee, dat kan ik niet. Dat kan niet. Ja, je mag het wel doorslikken. Maar het hoeft niet. Nee, als je... Oké, het praatboekje is vanaf nu afgelopen. Oké. Ik snap dat, ja, als je het wil, moet je het doen. Ik snap wel vanwege dat je het heel vies kan vinden als een vrouw. Ik bedoel... Ja, ik ook eigenlijk wel. Denk ik. Ja, nou ja, ik weet niet. Ik weet echt niet hoe fucking sperma smaakt. Ik hoef het niet te weten als ik eerlijk ben. Nou ja, dan kan ik het wel uitleggen voor je. Nee, ik weet het echt niet. Nee. Moet je doorslikken? Nee. Kan je het communiceren en zeggen ik vind het niet lekker? Ja. Ik vind het echt niet lekker. Kan je het? Nee, maar sommige vrouwen vinden het echt niet lekker. Maar niet praten met volle mond. Ik vind het heel graag als een meisje doorslikt. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit... Ik ben nog nooit in iemand zijn mond... Ja. Let's fuck is mee. Interessant. Ik ga het gewoon niet in iemand zijn mond poepen. Interessant. Heel interessant. Nee, je kan het communiceren. Dat is communicatie het belangrijkste. En ik denk... Moet je dat van tevoren of moet je dan tijdens... Daarna? Of van tevoren? Ik zou niet voor de seks... Hé, we gaan nu seks hebben, maar ik ga niet slikken. Dat zou ik niet zeggen. Dat is een beetje ongepast. Een beetje raar. Je kunt ook gewoon zeggen, ja, tijdens de seks van laten plokken. Maar je hoeft ook niet te slikken. Je kan ook gewoon nog... In je mond buiten puren. Doe wat jij waar je goed bij voelt. Doe waar je goed bij voelt. Het gebeurt. Mensen doen wie goed doet, wie goed ontmoet. Hey, ik ben een meisje van 14 jaar en ik heb vaak spannende gesprekken op WhatsApp met mijn vriendje. Hij wil graag seks met mij en ik ook met hem. Alleen ik heb geen condooms en ik durf ze ook niet te kopen, wat nu? Vraag aan je ouders. Kan het zelf halen als je niet zelf... Of vraag een vriend, vraag bel mij.
Jij zal het ik, vind, ik hou voor je condoom, schatje. Hoe doe jij dat dan? Hoe doe jij dat? Heb je jouw eerste condoom gekocht? Ik ging gewoon op mijn 12e vroeg ik gewoon naar een condoom of op mijn 15. Van je ouders? Ja, ik ben gewoon heel makkelijk. Welke leeftijd ben je onder? 15. Dus toen op een gegeven moment vroeg ik gewoon paal een condoom, pak je voor mij. Of... Mijn moeder kwam dan toen ik 17 was. Ik ben op maart mijn 17e. Echt? Dus ik kreeg condooms, dus ik ging meteen gewoon jagen, jongen. Zenuwachtig voor de eerste keer. Ik en mijn vriend gaan deze week seks hebben. Goed gepland. Leuk. Kijk, over vrijdag gaan we beginnen. Vier uur lang seks hebben. Ja. Dus we gaan seks hebben als afgesproken, alleen ik ben een beetje zenuwachtig. We willen het allebei super graag, dus wat moet ik doen? Huh? Afgesproken. Dus we gaan allebei wat moet ik doen? Ja, leuk hè? Ja, ja. Maar is ik wat moet je doen? Ligt eraan, want als één iemand al seks heeft gehad, dan kan die een beetje. Allebei zijn ze zenuwachtig, toch? Nee, ik ben een beetje zenuwachtig. Ja, ik zou het gewoon in een ontspannen sfeer laten maken, dat je gewoon niet, ja, daarom plannen zou ik het niet doen. Het komt vanzelf. Het komt vanzelf, toch? En dan is het, ja, ik heb nog nooit seks gepland, denk ik. Alleen als je voor de grap zegt, hé, vandaag gaan wij een record halen of zo, binnen een bepaalde uur, zoveel kun je, dan ga je het plannen. Ook zeg ik iets nieuws? Ja, ik heb nooit de dag van een record. Gewoon met je vriendin of zo. Komt vanzelf wel. Nee, maar gewoon met je vriendje echt ai. Ben je dit uur 15 keer? Nee, ik heb wel bijvoorbeeld in de lockdown gewoon, laat maar, ik ga niet eens, laat maar, ga maar door. Hey, ik ben al een jaar verliefd op een boy. Op een boykie, hard. En ik weet echt iets, ik ben echt iets aan verliefd. Dan moet ik die jongen echt iets speciaals hebben. Ik app wel met hem. Goed pik! Man, ik wou het net zeggen, man. Ik ben bang voor de reactie van zijn vrienden. Ook ben ik onzeker, dat is ook een van de redenen dat ik niet durf. Bindingsangst. Moet ik het doen? X verliefd meisje, wat schattig. Ja, doen. Ja, nee, weet je moet, als je er goed bij voelt, het is echt allemaal gevoel en denk er een beetje van. Het is zoiets moois waar je openstelt en dan ook weer letterlijk openstelt. En je een handdoekje pakken voor je, dat je kan huilen? Ja, het is echt een mooi iets. En ik zou gewoon lekker met hem gaan ontwikkelen en gaan dingen gaan doen en kijken wat loopt. Je hoeft niet meteen seks te hebben. Nee, is wel leuk. Het is wel schat. Het is wel het leuk, is wel maar je hoeft niet te slikken. Je hoeft echt niet te slikken. Wat de fuck? En een condoom moet je gebruiken. Ik heb wel een keertje seks met een condoom. Moet je in de diepe springen? Dat mijn condoom gewoon daar verstopt in zat. Dat is kut. Ik heb het ook een keer gehad. Ja. Dat moet je graven. No. Ik had de zaklamp nodig en een vergrootglas en ik kon een pikhoewiel. SOA. Kun je een SOA krijgen van pijpen? En kan je ook een SOA krijgen als je een boy niet klaarkomt? Ja. Je kan ook een SOA krijgen van de vloer likken. Je kunt ook een SOA krijgen als jij iemand pijpt en niet een SOA, dan krijg je... Ik heb herpes. Oh ja, trompet. En wat was ook weer? Drummen. Ja, en violet zo. Violet? Violet. De girls. Ja, lees de girls. Beste tips voor jou. Oké, jongens, we weten het niet helemaal zeker, maar volgens mij wel. Maar de girls zegt: het antwoord op beide vragen is ja. Ja, 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 ja. Hey, doe ik het goed? Maar in ieder geval, een SOA kan overgedragen worden door slijmvliezen. Slijmvliezen zitten in een piemel, vagina, anus en mond. Wanneer je een jonge pijp zonder condoom kan een SOA dus al overgedragen worden, zelfs als een boy niet klaar komt met een condoom, is het wel veilig. Het is wel zo, seks zonder condoom is gewoon minder lekker. Zonder condoom. Met condoom natuurlijk. Met condoom is minder lekker. Ja man, nou, meer het gedoe. De feeling is niet eens heel erg anders. Jawel. Vind echt, je? Ja, echt wel. Zeker wel. Tenminste, ik heb dat wel. Ik vind meer het gedoe eromheen gewoon kut. En dat gaat de sfeer van weg en dan ga ook. Je... Alleen ook gewoon, er is gewoon veel minder gevoel. Ja. Uit het huis. Het is gewoon het moment dat je dan zoent en dan denkt, oké, we gaan meer dan zoenen. Oh nee, wacht. Even een malaatje. Dan ben je echt slecht voorbereid, ouwe. Ja, fuck. Je moet gewoon je vocht mee. Hey, kijk hier. Stel een meisje op een filmpje kijkt en is een condoom op je nachtkastje liggen. Dan denk ik toch ook, nou, ik ben echt niet welkom. Wat is dat gek aan? Ik kan mijn portemonnee niet vinden, maar ik heb in mijn portemonnee wel vaak een condoom zitten. Moet ik elke week hebben. Oké, dan is het in plaats van mijn kastje. Oh, even naar mijn portemonnee. En dan loopt hij daar. Ja, maar dat is toch je taf, je me niet? Oh, iets naar mijn tas. Snap je me niet, zeg maar? Doe jij, wat was dat leuk? Jezus, eet. Nu moet je zo'n blokje eten, Matthijs. Nee. Als trap moet je zo'n blokje eten. Nee. Dit is echt dood. We zijn terug naar de reclame. Het is wel handig om te wissen, dat is een tip van mij. Als je uitgaat of zo, neem een condoom mee, doe die in je portemonnee. Als jongen zijn, als jongens kijken, bro, ik zou als ik jou was zelf een condoom meenemen. Want er gebeurt blijkbaar ooit dat van gestoorde dames gewoon een gaatje inprikken omdat ze gewoon een kind willen. En dit heeft er niks mee te maken, maar het is een tip van mij. Hey, ik zit met iets. Ik kijk graag naar lesbische seks, want ik vind het lekker om daarnaar te kijken. Dat is een goede reden. Toch val ik er wel gewoon op jongens. Is dat raar als ik dat doe? XXB, dat is hard. Fucking grappig. Is hard. Nee, is helemaal niet erg. Heel veel vrouwen vinden lesbische porno aantrekkelijker. Mannen ook. Sterker nog, heel veel vrienden van mij kijken gewoon lesbische porno.
vrienden of vriendinnen? Vriendinnen. Die vinden gewoon vrienden van mij kijken lesbische porn. Laten we maar gewoon verder gaan. Ja. Is het raar dat je dat doet? Nee, is niet raar, man. Helemaal is heel normaal. Je kan ook dwergenporno, je hebt alles geen porno. Midget porno. Je hebt ook gangbangs. Moet je hem opzoeken. Gangbang. En dan staan ze in gang. Ja. En dan staan ze met pistolen. Ja, er is een porno dat je dus in een spookhuis bent en allemaal gekke karakters hebt. Allemaal porno karakters. En dan heb je dus één iemand die kots chapt en dan pijpt. Dan heb je één iemand die anus likt en dan komt ook uit die anus een darm en dan lik je gekke hart. Ik heb nog steeds fucking trauma. Dat was echt een trauma. Welke, en ineens, die shit, die, op een gegeven moment bleef die automatisch. Hij bleef hangen. Wij wouden dit niet zien. Als iemand mijn airplay had gehackt. Ja, hij bleef maar. We keken gewoon een film en ineens kwam die porno omhoog. Het was echt. Nee, mensen die in elkaar zitten poeten pissen. Nee. En goed dat ik het uit mezelf weet ook. Porna kan je ook checken. Dat is namelijk wat zachtere porno. En als je iets zo leuk vindt, zeg je gewoon porna. Dat is mijn grapje. Ja, maar ken je dat wanneer dan mensen je grap overnemen door wij dan de props krijgen en jij die achterhoek je helpt? Jij dan tegenlijnen met. Ja, dat doe ik altijd. We gaan door naar de volgende stelling. Ik ben een vrouw, maar ik voel me een MacBook Pro. Wat moet ik doen? Gewoon terug in de keuken. Nee, Hey, dat is niet waar. Normaal kan ik lachen om je. Nee. Oh, nee, ik vond het niet leuk. Nee, wat de fuck doe ik nou weer? Maar, in ieder geval. Ik haat paardenmeisjes. Ja, ik ook. Hij heeft hem een space gezegd, hoor. Fuck paardenmeisjes! Paardrijden is geen sport! Huh? Seks met een ezel. Waarom de fuck staat hij hierin? Doe eens, lees voor, ik ben benieuwd. Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Ik heb dus heel erg de behoefte om seks te hebben met dieren. We hebben thuis een ezel. Nee, ik ga dit niet voorlezen. Nu lees jij maar voor. Okay. What the fuck, hoor. Oké. Okay. Ik hou graag van seks met dieren. Ik heb thuis een ezel. Die ezel is al best wel oud, dus ik weet niet zo goed wat ik met hem moet doen. Maar toch vind ik hem elke keer op een bepaalde manier aantrekkelijk als je naar me aankijkt. What the fuck, ouwe? Ja, what the fuck staat hier nou weer? Maar hij heeft zo'n huge ass piemel dat ik er toch een likje aan wil geven. Wat moet ik doen? Help me, anoniem. Zoek een fucking psycholoog. Wat de fuck is mis met jou? Dat kan je echt niet doen. Je kan geen seks. Je kan geen seks met een ezel hebben. Seks met dieren is ook sowieso niet toegestaan. Dat is gevaarlijk, kan ook ziektes opbrengen. Antwoord van de girls is de enige manier. Doe maar lekker. De enige manier om erachter te komen is of hij nog contact met jou wil. Pak maar lekker, staat er nog. Nee, zij zeggen, slim plan, is heel goed voor jou om te doen. En je moet wel slikken, want als je niet slikt is het heel asociaal. Anders zie ik voor de ezel. Dat zie ik voor de ezel. De enige manier om erachter te komen of hij nog contact met je wil, is om misschien met hem te praten. Nou girls, met een ezel praten is niet volgens mij een heel goed idee. Volgens mij krijg je gewoon... Dit staat er niet in. Nee, dat staat er. Maar ik wil wel dat je het benoemt alsof het erin staat. Okay. Ik lees en hoor vaak dat meisjes masturberen fijn vinden. Maar bij mij is dit het geval. Als ik mijn clitoris stimuleer, vind ik dat irritant. Het is helemaal niet gevoelig en ik merk ook niks. Doe ik misschien iets fout. Gebruik je wel een hamer? Gebruik wel spijker en hamer. Nee, even serieus, even serieus. Nee, kijk, ik vraag me af of ze wel weet waar de clitoris ligt. Zit zo veel over de oren heen te wrijven? Hey, mama, ik voel niks niet zoveel. Het ligt... Ja, ik kan het wel van wezen. Nee, maar... Oh, nee. Gast. De ene dame heeft een gevoeligere clitoris dan de andere. En de ene kan ook eerder klaarkomen dan de andere. Ja, de andere kan niet klaarkomen. De ene trippen hem zo een beetje. En de andere gaan weer heel normaal reageren erop. Ja, sommigen gaan helemaal lijp trillen met zijn benen en shit. Ja, een beetje spartelen. Oh. Hier zit... Ja. Het kan, de ene clitoris is gevoelig aan de andere. En ik zou kijken wat je dan wel lekker vindt. Misschien vind je dat als iets erin gaat lekkerder dan dat het tegen de clitoris aankomt. Of misschien moet je iets harder drukken, iets harder zuigen, iets harder trillen. Dat het misschien ook iets lekkerder wordt. Of een Satisfyer Pro 2 van Easy Toys. Dat schijnt ook heel goed te zijn. Heb je een seksspeeltje thuis? Ik heb ooit in lockdown heb ik een voorbeeld dildo gekocht met de boys. Helemaal niet. Ik heb het op mijn Janus Game ik heb besteld. De pocket pussy. Ja, de pocket pussy bedoel ik. Dat was hem. Een voorbeeld dildo. What the fuck? Wow, je motion is veranderd nou. Je motion is veranderd. Wat zeg ik nou? Dat bedoel ik niet zo. Ik dacht al, what the fuck? No, ik bedoel een pocket pussy. Wow, ik was de enige die hem niet had. Ik zei voorbeeld dildo. Ik ben de enige die hem niet heeft besteld. Omdat ik echt dacht van... Ja, nee, ik had het komt aardig overeen. Alleen je hebt dit op een gegeven moment dacht je gewoon van... Ik ben nu gaan het aftrekken met een rubberen buik. Zo in mijn eentje op mijn kamer. En ik ben 17, 16 toen volgens mij. Net die ezel. En dan denk je van, oké, stel mijn paas in de douche en je hoort eeuw. Hey Mel, hoe was die ezel nou bij jou in de kamer? Hebben jullie nog genoten van deze video? Gast! En laat even in de comments weten wie jullie de volgende keer willen zien in een van de... Godverdomme. Mijn moeder zegt meestal jou. Vond je deze video nou leuk? Vergeet niet te liken en abonneren. En dan wens ik een hele fijne dag. Joejoe! Doei!